het EM, oftewel E-mineur akkoord, en het AM, oftewel A-mineur akkoord. Twee van de makkelijkere akkoorden en ideale akkoorden om mee te beginnen als je net gitaar speelt. Voor ik de akkoorden uitleg, drie algemene opmerkingen. Allereerst de plaatsing van de duim van de linkerhand. Die moet je niet hierbovenaan haken, maar die zit eigenlijk vrij los erachter. Heb je een brede hals, zoals bij de nylonsnaren gitaar, dan zit hierachter. Heb je staalsnarige modellen, dan zal de hals wat smaller zijn en zal die er bovenuit steken, wat niet zo erg is. Het tweede is ruimte tussen je hand en de hals. Hiertussen moet een pen passen, oftewel je mag de gitaar niet zo vastklemmen. Dat heeft ermee te maken dat als je, stel je moet hoger op de hals spelen, dus zo, dat je makkelijk van de ene naar de andere plek op de hals kan springen. Een derde algemene tip gaat over je vingers. Zet je vingers rechtop als een klauwtje. Dat zorgt ervoor dat als je een akkoord speelt, dat je niet met de vingers toevallig een snaar afdempt als je ze platter neerzet. Gaan we naar het EM-akkoord. Het E-mineur-akkoord adviseer ik zo te spelen met de middelvinger en de ringvinger. Heeft ermee te maken dat als je de wijsvinger hebt, kun je mooi naar een E-akkoord toe, mocht het nodig zijn. E-mineur is als volgt. Je zet de middelvinger in het tweede vakje van snaar 5. En je zet de ringvinger in het tweede vakje van snaar 4. En dan speel je zo met snaar 6 het akkoord naar beneden. Onthoud, snaar 6 is de E-snaar. Onthoud, E-mineur met de E-snaar. A-mineur is als volgt. Je zet je middelvinger in het tweede vakje van snaar 4. Je ringvinger in het tweede vakje van snaar 3. En je wijsvinger plaats je in het eerste vakje van snaar 2. En dan speel je met snaar 5. Oftewel 5 snaren. Onthoud, A-mineur, snaar 5, is de A-snaar. Dus A-mineur met A. Voor het makkelijk wisselen van E-mineur naar A-mineur is het volgende belangrijk. Als ik mijn vingers van dichterbij laat zien, dan zie je dat ik heb ze best wel over elkaar heen staan. Dus al wat ik dan doe, ik heb E-mineur. Ik til mijn middelvinger en ringvinger op. Ik verplaats ze tegelijk. Zet de wijsvinger erbij. Ik heb A-mineur. Tot zover deze les over E-mineur en A-mineur.